De Nürburgring, het Walhalla van motorsportliefhebbers. Door de week is het hier relatief rustig, maar in het weekend komt het pas echt tot leven. Dan komen liefhebbers vanuit heel Europa naar het circuit toe. Niet alleen het circuit is leuk, ook de wegen eromheen zorgen voor genoeg plezier. Wij zijn de komende dagen op weg met Aston Martin's allernieuwste, de DB11. De DB11 is het lang verwachte model van Aston Martin. Op de V8 Vantage is inmiddels iedereen uitgekeken en ook de Vanquish dateert alweer van 2012. Gelukkig werd daar vorig jaar wel de gelimiteerde Zagato aan toegevoegd. In 2016 kwam Aston Martin met de DB11. De elektronica die is van Mercedes-AMG, maar gelukkig is wel die lekkere V12 behouden gebleven. Inmiddels werkt Aston Martin ook al hard aan een V8 variant, want die hebben we hier al veelvuldig rond zien rijden bij de Nürburgring. Uiteindelijk draait het maar om één ding en dat is om al die 608 pk's los te laten. En dat gaan we nu doen. Gas erop! Gaan zorgen voor een verkoopboost bij Aston Martin. Dat gaat wel goed komen, want hij klinkt goed, hij rijdt goed en hij ziet er lekker uit. Maar 307.000 euro? Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Tot de volgende keer en ik doe nog even een paar rondjes.